Als je het te eng vindt, Rob, dan kunnen we altijd nog terug naar camping Eldorado, waar we net langs kwamen. Welke zieke klootzak vindt dit grappig? Vanavond de première van De Poel, een Nederlandse horrorfilm. Waarom is Nederland toe aan een horrorfilm van eigen bodem? Een goede horrorfilm kan altijd. Ik denk dat dit een uit de hand gelopen familiefilm is. Daar, sorry. Niet echt horror, het is meer de vakantie die je niet wil hebben. Ik kan het ook omdraaien, waarom zou Nederland niet toe zijn aan een horrorfilm van eigen bodem? Ja, waarom toe aan een Nederlandse horrorfilm weet ik niet zo goed. Maar waarom toe aan deze film? Het wordt gewoon een hele gave, spannende Nederlandse film. Dus daar zijn we denk ik wel aan toe. Als ik naar een film kijk, dan wil ik dat ik meegenomen word en dat het echt is. Zeg maar reële horror vind ik het engst. Ik vind dat wij in Nederland alle genres moeten maken, dus ook horror. En volgens mij is het een heel spannende film, want ik zag de trailer en dat vond ik al best wel eng. En ik vind horror zelf sowieso een beetje eng. Dus, Ik zag iets in het water. Dat papa aan het doordraaien is. Ja, ik vind het wel heel spannend. Ik heb zelf ook in een Nederlandse horror thriller gezeten. En ik vind het fantastisch dat dat ook gemaakt wordt in Nederland. En dat mag voor mij nog wel wat meer gemaakt worden. Ik ben helemaal niet zo'n horrorfilm fan. Sterker nog, als er een Amerikaanse horrorfilm is, kijk ik hem niet eens. Ik ga echt letterlijk weg. En ik denk, als ze dat nou in een Nederlands film nu ook hebben, dan doen ze iets goed. Dus ik ben benieuwd of ik echt bang ga worden. Maar ik denk het wel. Want ik vind het verhaal, het idee achter het verhaal op een camping met een pool en er gebeuren dingen. Ja, ik freak out echt letterlijk. Dus we zijn er aan toe.